De omstandigheden op het Runmeer bij het Zweedse Falun zijn ideaal als de vrouwen zich melden voor een derde wedstrijd van de Grand Prix. Vrijwel geen wind en een temperatuurtje net onder het vriespunt. Veel dames zijn er overigens niet. Slechts 20 hebben de reis naar Zweden ondernomen. Onder hen natuurlijk Elma de Vries, Carla Zielman, Danielle Beckering en Mariska Huisman. En uiteraard Erna Lastkijk in de vechten, die als leidster in de Grand Prix het pelotonnetje mag aanvoeren bij de start. Maar het is uiteindelijk toch wel verrassend Yvonne Spicht die met de winst aan de haal gaat. Zij wint de sprint van haar medevluchters Sharon Hendricks en Kimberly Musse en is daarover dik tevreden. Ja, het was supermooi. Het was een rustige wedstrijd. Er waren wel veel pogingen, maar eigenlijk werd het heel erg gecontroleerd en bleef het steeds bij elkaar. Op een gegeven moment dacht ik van nou, er komt ook niks meer weg. En toen kwam er een ontsnappingspoging van Kimberly en ik kreeg een behoorlijk gat. Dus ik ben er achteraan gegaan en we waren met z'n tweeën weg. Met wat verwachting ben je hier naar Zweden gekomen? Wat voor verwachting. Ja, ik ben na een week ziek zijn had ik wel zoiets van, ik wil het weer goed gaan maken. Ik had wel zoiets van, ik wil hier weer wat gaan bewijzen wat ik kan. En dat is gelukt. Dus. Een week ziek zijn, vertel daar eens wat meer over. Ja, ik heb astma voordat ik wegging werd ik wat verkouden. Het ging niet over, dus ik bleef maar hoesten. Dat was aan de Wijzerzee, hè? Ja, dat was op de Wijzerzee inderdaad. Het schaatsen lukte toen gewoon niet, dus dat was wel enorm balen. En dan kom je hier en dan denk je... Dat ga ik weer even rechtzetten. En dan doe je dat op een prachtige wijze, want het was gewoon een mooie overwinning. Hoe lang is je laatste overwinning geleden? Nou, dat was volgens mij precies 8 februari vorig jaar op het NK. Ja. En dit is je derde overwinning op natuurreis in Nederland, in Oostenrijk en nu in Zweden. Is dat rijtje compleet voor jou? Nou ja, nog meer overwinningen is altijd mooi. Nou, het is wel leuk om hier dan ook een keer inderdaad te winnen. En ik had in Zweden nog niet eerder echt een hele sterke wedstrijd kunnen laten zien. Dus het is wel leuk om hier ook inderdaad een titel op je naam te hebben. Want je had eigenlijk niks met dat Zweedse natuurreis, hè? Nou, meestal is het hier wel iets te koud. En dan ga ik toch altijd wel een beetje met tegenzin heen. Of tenminste, vooral met die kou. Maar het valt vandaag gelukkig mee.